Voor duurzaamheid stopper Marjan Minnesma kan de duurzame transitie niet snel genoeg gaan. Moeilijk om zachtjes te gaan. Wat zijn nu de innovaties waarvan zij denkt... Kan dat nu al? Maar eerst even, is dat nou een wandelfiets? Hoe komt iemand op dat idee? Ik heb een zittend werk en ik was een beetje het zitten zat. Toen ben ik gaan broeden en dit is het resultaat. Prachtig. Marjan, waarvan denk jij, kan dat nu al? Nou, er waren een paar dingen waarvan iedereen zei, dat kan echt niet. De grote zeeschepen bijvoorbeeld. En ik heb laatst een paar mensen op bezoek gehad. Die hebben een techniek, zetten twee grote kolommen op zo'n zeeschip. Dan gaat de wind zo omheen en daardoor genereer je energie. Sorry, hoe gaat de wind daar omheen? Ja, zo. En dat geldt eigenlijk ook voor vliegtuigen. Je kan nu al elektrisch vliegen, maar dan zijn het kleine vliegtuigjes. Die hele grote zal nog iets langer duren. Maar uiteindelijk kan er dus meer dan je denkt. Je weet gewoon dat het sneller straks gaat. Net zoals met zonnepanelen, accu's, etc. De prijzen gaan dan omlaag. En dan kan er uiteindelijk over 10 jaar veel meer dan iedereen nu beweert. En waarom ben je op een loopfiets gaan staan om ons dit te vertellen? Nou, omdat jullie dat zo gezellig vinden. Inderdaad, gezellig. Elfwegentocht.